Het moment dat je de eerste brug onderdoor gaat en de hele menigte daaromheen ziet staan, iedereen blij is, feest vieren. Ja, ik kreeg toen echt kippenvel. Het was echt een moment dat ik echt nooit meer ga vergeten. Mijn naam is Emre Hoogduin. Ik ben 22 jaar. Ik studeer hier op de Hogeschool Rotterdam en ik doe de opleiding om straks geschiedenisdocent te worden. Ik hoop straks als geschiedenisdocent natuurlijk een veilige omgeving te creëren voor mijn leerlingen, waarin homo niet het meest gebruikte scheldwoord is in de klas. Zodat ze zich geaccepteerd voelen en ze weten dat ze mogen zijn wie ze zijn bij mij. Ik werk ook met hele toffe organisaties zoals het COC. Die bijvoorbeeld dingen als Paarse Vrijdag organiseren. Wat steeds groter en groter aan het worden is, waarmee ik echt blij ben. Empathie, inlevingsvermogen, respect, dat zijn geen vieze woorden. En daar mogen we echt wel wat meer van hebben voor elkaar. En ik denk dat als we dat hebben, als we dat bereiken, dat we al een heel eind komen. Ja.